Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik weer met jullie de boeken van maart bespreken, want ik heb weer aardig wat boeken gelezen. Als je mijn kanaal al langer volgt, dan weet je inmiddels dat ik elke maand even de boeken bespreek die ik heb gelezen. En misschien is het ook wel in deze tijd heel erg leuk voor als je zelf een beetje inspiratieloos bent, wat je kunt gaan doen, maar je bent een lezer, maar je weet bijvoorbeeld niet wat voor leuke boeken er zijn. Of je hebt alles wat je leuk vindt al gelezen. Misschien dat je nog wat boeken uit kunt halen waarvan je denkt, goh, het lijkt me een leuke reeks om te lezen of een leuk boek om te lezen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de boeken die ik in maart heb gelezen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee bij deze video. Ik begin met het boek De Minnaar van E.L. Todd. Deze komt uit de Doctor-serie. Deze heb je al eerder in mijn boek reviews voorbij zien kunnen komen in eerdere video's. Dit verhaal gaat over Finn, Colton en Pepper. Pepper en Colton die zijn getrouwd geweest, maar Colton bleek homoseksueel te zijn. Daarom zijn ze gescheiden. En Pepper die is inmiddels mooi verliefd geworden op zijn broer Finn. Hun relatie gaat eigenlijk de laatste tijd heel erg goed. Zij is inmiddels ook heel veel in zijn huis te vinden. Ze delen heel veel met elkaar. Ze hebben het heel gezellig. Ook de relatie met Colton is weer een stuk beter. Hij heeft inmiddels ook een leuke vriend. En ze doen ook wel wat dingen samen. De relatie in het begin tussen Finn en Colton is nog niet helemaal goed. Vooral omdat Colton op een gegeven moment tegen Pepper zegt van, goh, we kunnen wel eens uit eten gaan. Waarop Pepper heel blij zegt, ja, dat lijkt me leuk om met z'n vieren te gaan. Terwijl Colton eigenlijk bedoelt dat hij met z'n drieën wil gaan. Uiteindelijk gaan ze wel met z'n vieren. En puntje bij paaltje wordt de relatie tussen de broers ook wel weer wat beter. Alleen Colton blijft Pepper waarschuwen dat Finn nooit zal veranderen. Finn heeft jarenlang in het leger gezeten en is dus arts in het ziekenhuis. En op een gegeven moment krijgt hij een aanbod om voor een paar maanden naar het buitenland te gaan om daar te helpen. Want daar hebben ze heel hard artsen nodig. En dat is best wel een beetje lastig. En hij aanvaardt dat aanbod eigenlijk vrijwel meteen. Heeft het niet eens echt overlegd met Pepper. Alleen er gaat ook een collega van Finn mee. En die vindt Finn dus wel leuk. Finn heeft haar al een paar keer duidelijk gemaakt van, ik vind jou niet leuk. Maar ze blijft het proberen. Pepper heeft er ook al een keer aangesproken. Maar ze blijft een beetje hardhorend. Maar goed, hij gaat dus voor, ja, ik geloof dat het een maand was. Een maand, anderhalve maand gaat hij naar het buitenland. Pepper blijft in zijn huis, want hij heeft ook een hond die Soldaat heet. En die gaat zij gewoon verzorgen. Daar blijft zij gewoon bij. Dat gaat heel erg goed, maar ze is de dagen wel heel erg aan het aftellen dat ze Finn weer gaat zien. Ze hebben af en toe wel een beetje contact, maar het contact voor Finn is moeilijk te leggen omdat hij een beetje in een lastig gebied zit. Maar Pepper die is elke keer wel heel blij als ze wat van Finn hoort en ze telt dus echt de dagen af dat ze elkaar weer gaan zien. Nou, op een gegeven moment, zij doet gelukkig wel wat leuke dingen ook met haar vrienden, met haar vriendinnen en met Colton ook wel. En dan komt de dag dat Finn weer terugkomt en ze zijn weer helemaal blij. Finn heeft eigenlijk ook wel zoiets van, ik vind het eigenlijk wel goed. Ik hoef niet weer per se weer naar het buitenland. Ik vond het leuk, ik vond het mooi om mee te maken. Maar ik heb niet het principe om dit nog een keer te doen. Omdat ze elkaar toch wel heel erg gemist hebben. Pepper heeft gewoon haar eigen lingeriewinkel. Dus die kan ook niet zomaar een poos dicht gaan, zeg maar. En ze pakken eigenlijk hun leven weer op. Hebben het weer gezellig, doen weer leuke dingen samen. Ze blijft ook echt daar zitten. In die woning, ze komt eigenlijk bijna niet meer in haar eigen woning. En eigenlijk wil Finn ook wel de volgende stap zetten. Hij is zelfs van plan om Pepper ten huwelijk te vragen. Dus Finn heeft een ring gekocht en het kan allemaal eigenlijk niet meer stuk. En hij vraagt Pepper zijn huwelijk en Pepper die is helemaal in tranen. Ze is helemaal blij, want ze had eigenlijk nooit weer gedacht om weer zo gelukkig te kunnen worden na een scheiding met Colton. En het geluk ligt voor het oprapen. Maar dan krijgt Finn van het ziekenhuis te horen dat ze hem een hele goede baan kunnen aanbieden. Toch weer in het buitenland waar hij gewoon heel graag voor zou willen werken.
hij overlegt dit wel met Pepper. Zij zou zelfs mee kunnen. Maar ja, zij heeft haar eigen zaak. Dus dan zou ze dat allemaal op moeten geven. Ze ziet dat in eerste instantie niet zo zitten. En Finn moet de keuze maken of hij nou weggaat, ja of nee. Uiteindelijk besluit hij om toch te accepteren dat hij die baan heel graag zou willen. En besluiten Pepper en Finn toch uit elkaar te gaan. Hoe dit verder zal aflopen weet ik zelf nog niet. Ik wacht met smart op het volgende deel. Ik vind het een hele leuke reeks. Ik vind E.L. Todd echt een hele fijne schrijfster. Ze maakt hele mooie boeken met ook makkelijker te begrijpen, vind ik zelf. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of dat Finn uiteindelijk toch nog terugkomt. Of dat zij misschien Finn nog achterna zal gaan. Want ik heb toch het idee dat ze wel bij elkaar terug zullen komen. Maar hoe of wat het zal gebeuren, dat is natuurlijk de vraag. En daar ben ik op aan het wachten voor het volgende deel. Het volgende boek wat ik heb gelezen is van Holly Bourne. Dit was het eerste boek wat ik van deze schrijfster heb gelezen. En heeft de naam Vind ik leuk. Het gaat over Tori. Die is eigenlijk een succesvol Instagrammer ook. En ze schrijft dus ook boeken. En ze neemt eigenlijk geen blad voor de mond. En alles komt op social media terecht. Het leven lijkt haar toe te lachen. Ze is begin 30. Ze heeft een leuke vriend. Een mooi huis. Maar wel iedereen om haar heen krijgt kinderen. Koopt huizen. Gaat trouwen. En dat is voor haar niet weggelegd. Ze heeft een goede vriendin waar ze veel mee uitgaat. Ook nog wel waar ze veel mee afspreekt. Maar over het algemeen leven zij en haar vriend best wel een beetje langs elkaar heen. Omdat het eigenlijk niet heel erg gelijk loopt. Zij is veel van huis. Hij werkt ook wel thuis. Maar ja, in ieder geval ze zien elkaar niet heel erg veel. Dus ze doen niet super veel leuke dingen meer. Maar alles wat zij doet komt in ieder geval op social media. En zij vindt het ook heel erg belangrijk om heel veel likes te krijgen. Ze wordt soms wel een beetje moe van de verhalen van de vriendinnen die weer over baby's praten. En ze drukt wel vind ik leuk, maar ondertussen denkt ze van oké, daar heb je er weer eentje die weer over baby's gaat beginnen. Dan raakt haar beste vriendin eigenlijk heel spontaan zwanger en is haar hele beeld van die vriendinnenschap en het beeld wat hun daarvan hadden eigenlijk helemaal weg. Maar zij is helemaal blij natuurlijk, die vriendin. En Victoria, hoe ze eigenlijk echt heet, is wel blij, maar vindt het eigenlijk ook helemaal niet zo leuk. Haar relatie met Tom is wel oké, maar toch. Ze twijfelt steeds meer of ze wel bij elkaar passen. Of dit wel het leven is wat ze wil leiden in de vorm van huisje, boompje, beestje. Helemaal omdat het dus met Tom niet zo heel erg lekker gaat. Uiteindelijk besluiten ze dan toch om uit elkaar te gaan. Omdat haar leven gewoon heel erg belangrijk is. Om de YouTube heen, haar volgers. Ze is zelfs bezig met een tweede boek, maar dat komt niet van de grond. Ja, ze moet eigenlijk een beetje een pauze inlassen. Maar ze kan nu wel haar leven helemaal gaan indelen hoe zij het wilde. Ze is eerst heel erg bang om er alleen voor te komen te staan. Maar ze praat ook met een andere auteur waar ze ook een boeklezing mee heeft. En die is opeens, dat was haar grote voorbeeld, en die is dus van haar partner afgegaan. En die vertelt erover dat het eigenlijk voor haar wel heel bevrijdend was. Waarop Victoria toch uiteindelijk de beslissing kan maken om uit elkaar te gaan met Tom. Omdat ze eigenlijk niet zo heel goed bij elkaar passen. Ik vond het wel een leuk boek. Er zat misschien wel wat minder verhaal in. Omdat ik zelf de hele tijd al dacht. Oké, je ziet steeds in dat boek. Je ziet steeds, omdat het in de ik-vorm is, dat die Victoria zich steeds meer afreageert op die Tom. Je leest ook gewoon de saaie dingen. Ik merk ook in het verhaal dat die Tom gewoon echt een saai karakter is. Dat je al een paar keer denkt van oké, dump die gast. Ga een beter leven leiden. Want dit is echt saai. Maar dat duurt het volgens mij best wel lang voordat ze dat doet. Ik vond het wel heel mooi om te lezen hoe het leven als dertiger kan zijn.
Ik ben zelf gelukkig nog geen 30, maar dat duurt niet super lang meer. Maar ik vind het wel mooi om te lezen dat dus niet iedereen ook op zijn 30ste dat huisje, boompje, beestje heeft. En natuurlijk, ik weet het, het is gewoon een verhaal. Maar ik denk dat dit zeker in het echte leven ook gebeurt. Het was ook wel een boek wat lekker makkelijk weglezen en ook wel aan mij besteed was, omdat het ook heel veel om de social media draaide. En dat vond ik wel heel erg leuk. Wel irriteerde ik me een beetje soms aan de woorden die geschreven waren omtrent Victoria. Dat ze heel veel woorden gebruikte die ik eigenlijk gewoon, ja, dat waar ik me een beetje aan kon irriteren van... Ik kan zo even geen voorbeeld meer noemen, omdat het alweer een tijdje geleden is dat ik het boek heb gelezen. Maar ik irriteerde me gewoon aan bepaalde woorden die zij gebruikte. Maar ik vond het wel een lekker boek om weg te lezen waar ik niet te veel bij na hoef te denken. Het volgende boek is Kies voor mij. Dit is een boek van Stephanie van Mol. Deze komt uit de Full Moon serie. Ik ga nu ook de komende boeken die nu nog komen zijn allemaal uit deze serie. Maar die ga ik dus even met jullie bespreken. Stephanie van Mol is een Belgisch schrijfster. Ik heb al wel meerdere boeken van haar gelezen. En ja, ik weet eigenlijk niet waarom het zo lang heeft geduurd voordat ik deze reeks heb gelezen. Maar ik vond het wel een leuke reeks. Boek 1 gaat over Jonathan, die heeft naast Camille gewoond vroeger en op een gegeven moment is hij eigenlijk door zijn vader uit huis gezet omdat hij de keuze moest maken tussen studeren en muziek. Hij had al een klein bandje met zijn vrienden en muziek was meer zijn passie dan te gaan studeren, dus hij moest het huis verlaten. Nou, met die band hebben ze uiteindelijk zoveel succes geboekt. Hij heeft Camille ook nooit meer gesproken en eigenlijk zijn ze zo succesvol geworden dat ze veel in België zitten, maar ook veel in het buitenland. Camille die gaat op een gegeven moment op vakantie met haar vriendin met een missie. Want Camille kent dus Jonathan van vroeger, maar haar vriendin weet dat niet. En ze gaan naar een concert toe van Full Moon en... Nou, het was een mooi concert, maar na het concert moet Camille heel erg nodig naar het toilet. Haar vriendin die kent de uitsmijter eigenlijk, die altijd voor de deur wacht. Dus die probeert hun naar binnen te loodsen om eventjes bij de backstage wc te kunnen. Omdat de wc's in het gedeelte waar het concert werd gegeven super druk waren. En dan had zij een reden om eventjes met die uitsmijter te praten, omdat ze dus elkaar ook kenden. Eerst doet hij een beetje moeilijk, maar zij zet eventjes de mooie oogjes op. En uiteindelijk geeft hij toe als ze maar niet bij de band in de buurt komen. Nou, dat is goed. Camille die gaat naar het toilet en ze doet de deur op slot, maar die deur die wil niet meer open. Dus ze is eigenlijk aan het schreeuwen en aan het bonken om die deur open te krijgen. Maar die vriendin die hoort haar niet, want die heeft zich teruggetrokken met die uitsmijter. Uiteindelijk komt Jonathan naar haar toe en die redt haar eigenlijk terwijl zij naar voren valt. Terwijl hij weer de deur open gaat, valt zij in zijn armen. Hij vraagt ernaar, ga je mee backstage? In ieder geval dat ze dan met de band mogen relaxen. Nee, dat wil zij niet. Zij wil gewoon terug naar het huisje. Haar vriendin die vindt het wel heel erg jammer. Die had het heel graag gewild. Maar ze gaan toch terug. Jonathan heeft iets bekends gezien in de ogen van Camille. Hij denkt ook in eerste instantie dat het zijn oude buurmeisje is. Maar hij kan het zich niet voorstellen omdat ze zo erg is veranderd. Dus uiteindelijk gaan ze scheiden hun wegen. En een paar dagen later gaat Camille met haar vriendin gaat lunchen. En uiteindelijk vertelt zij ook het verhaal dat ze Jonathan al kent van vroeger. En haar vriendin vindt het eigenlijk helemaal niet leuk. Want Camille is haar beste vriendin. En waarom heb je dat niet verteld? Dan verschijnt ook Jonathan samen met de uitsmijter. En die uitsmijter gaat er weer met haar vriendin vandoor. En die vindt dat eigenlijk helemaal niet zo leuk, vindt Camille dat. En Jonathan komt bij haar zitten, waardoor zij er ook als een speer van doorgaat, maar haar tasje vergeet. Dus Jonathan belt met haar telefoon naar die vriendin toe dat hij haar telefoon heeft. En als ze hem terug wil, dat ze maar hem moet komen halen. Uiteindelijk krijgt haar telefoon ook wel terug. En wordt de relatie toch intiemer en mooier met elkaar. Uiteindelijk vertelt zij dus eigenlijk het doel waarom zij is gekomen. En
dat is eigenlijk dat zijn broer ziek is. Zijn broer die heeft een transplantatie nodig. En eigenlijk is Jonathan de enige hoop, omdat hun andere familie allemaal niet matcht. Nou, Jonathan die wil dat toch wel heel erg graag doen voor zijn broer, ondanks dat ze al jaren geen contact hebben. Dus hij besluit tot die operatie over te gaan. Maar dan, dat is eigenlijk allemaal goed gegaan en zijn broer geneest ook weer. Maar er is ook een fan die, waar Jonathan wel eens wat mee heeft gedaan, maar die zich dus nu steeds opdringt en ineens bij hem op de bank zit. Terwijl Camille in die kleedkamer was en op Jonathan aan het wachten was. En die fan die is zo geobsedeerd. Die Jonathan die heeft haar dus in elkaar geslagen, in een kast gestopt, waardoor Camille uiteindelijk in het ziekenhuis belandt. Maar omdat ze eigenlijk buiten Westen is hoort en ze toch ergens wel dingen hoort, hoort ze Jonathan zeggen dat hij eigenlijk, als hij moet kiezen, dat hij voor de muziek of voor Camille, dat hij voor Camille zou kiezen. Camille wil dat absoluut niet op haar geweten hebben. Dus zodra zij naar huis mag, zoomt ze met de broer van Jonathan. En op dat moment komt Jonathan binnen en is de relatie over en gaat hij terug op tour. Het tweede deel van deze reeks heet Kies voor ons. En hierbij gaat het verhaal van Jonathan en Camille verder. Jonathan die is op tournee gegaan met zijn band. Maar Camille heeft inmiddels ontdekt dat zij zwanger is. Zij heeft Jonathan nog geprobeerd te bellen, maar ze kreeg elke keer zijn manager aan de telefoon en hij wilde haar niet spreken. Dat heeft zij een aantal keer geprobeerd, maar ze kreeg elke keer hetzelfde verhaaltje te horen. Ze vraagt elke keer aan die manager of Jonathan haar wil terugbellen omdat het dringend is. Die manager heeft het nooit doorgegeven, dus Camille staat er eigenlijk alleen voor met haar baby. Maar dan komt ze terecht bij Vincent, de broer van Jonathan. Vincent is eigenlijk altijd al verliefd geweest op Camille en ze gaan... hij helpt haar met alles, met de baby. Ze wonen zelfs samen in een appartementje en dat gaat eigenlijk allemaal goed. Maar Jonathan komt terug naar België en hij is eigenlijk Camille nooit vergeten, ondanks wat er is gebeurd. Tot het moment komt dat de vriendin van Camille zich verspreekt, omdat zij nog steeds contact heeft met die uitsmijter en zegt dat ze heel druk is. Met haar kindje. En Jonathan die vraagt zich af van wie is die baby. Dus Jonathan gaat naar het huis van Camille. En eigenlijk het eerste moment dat hij dat kindje ziet. Weet hij het. Dat het hij de vader is. Omdat het kindje zoveel op hem lijkt. Hij heeft wat tijd met dat kindje doorgebracht. En dan komt Camille thuis. Die is helemaal overstuur natuurlijk dat Jonathan daar is. Die rent gelijk weer het huis uit. En uiteindelijk besluiten ze de volgende dag een goed gesprek te hebben. En biecht zij ook op dat ze hem heeft geprobeerd te bellen. Dat dat nooit gelukt is. De band Full Moon besluit om de manager die dit op zich geweten heeft ook te ontslaan. Waardoor een van de bandleden nu de taken maar op zich neemt. Omdat ze niet verder kunnen met deze man. Uiteindelijk wordt het een beetje een tweestrijd. En Jonathan die is nog steeds gek op Camille. En Camille ook op Jonathan. Maar ze vindt Vincent ook leuk. Waardoor ze op een gegeven moment een soort relatie met z'n drieën krijgen. Dat vond ik echt een beetje een ver van mijn bedshow stuk. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik wil me daar ook niks bij voorstellen. Dus dat moment vond ik ook wat minder. Maar Jonathan brengt ook wel steeds meer tijd door met zijn zoon. Maar dan wordt Camille, die zou ook naar de studio komen en die wordt ineens vermist. En ze krijgen een filmpje te zien waarop zij is vastgebonden op een stoel. En hun ex-manager heeft haar dus te pakken genomen. Ze komen eigenlijk al snel erachter dat ze in dat gebouw moet zijn waar hun ook zijn. En ze gaan naar binnen en daar gaat het mis. Want Vincent rent als eerste naar Camille toe en die heeft niet voorzien dat er een pistool in het spel is. Waardoor die ex-manager Vincent neerschiet. En Vincent die overlijdt.
Dat was best wel heftig. Ik vond dit ook wel een heftig deel. Maar uiteindelijk gaan Jonathan en Camille gaan wel samen verder. En na veel obstakels krijgen ze ook nog een tweede kindje. Maar ik vond het wel... Ja, ik vond dit best wel een heftig deel. En vooral die driehoeksverhouding vond ik gewoon wat minder mooi. Het volgende deel uit deze reeks heet Kies voor haar. Dit deel gaat over Jolien. En dat is een zus van een van de bandleden van Full Moon. Haar ouders zijn overleden bij een auto-ongeluk. En zij komt noodgedwongen bij haar broer te wonen. Haar broer die gaat op tournee en zij besluit om een paar keer mee te gaan. Omdat ze het eigenlijk heel moeilijk vindt om in die woning te zijn waar haar ouders hebben gewoond. Maar dan heb je de gitarist John en die komt Jolien eigenlijk tegen. En ze hebben gelijk een hele goede band. En dat groeit toch wel uit tot meer. Maar ze willen eigenlijk niet dat de broer van Jolien het te weten komt. Dus ze doen alles heel erg stiekem, zodat niemand het door heeft. Maar ze dansen bijvoorbeeld wel openbaar in een club. Maar wel, ze proberen het wel echt verborgen te houden. Andere bandleden hebben het inmiddels wel door dat er wat aan de hand is. En ze houden wel hun mond, maar ze hebben het echt wel door. Ze hebben eigenlijk een hele leuke tijd. Maar Jolien, die moet na de vakantie, moet zij eigenlijk weer terug naar huis. Want zij heeft ook wat sollicitaties gedaan om als leraar aan de gang te gaan op een school. En eigenlijk, nadat ze die sollicitaties op de post heeft gedaan, krijgt ze al snel bericht dat ze op haar oude school, waar ze ook stage heeft gelopen, mag komen werken. Dus dat betekent dat ze weer weg moet. Dat betekent ook eigenlijk dat de relatie van John en Jolien tot een einde komt. En John die heeft daar best wel veel moeite mee, al doet hij zich heel sterk voor. En Jolien eigenlijk ook. Maar vlak voordat Jolien zal vertrekken, worden ze toch betrapt door de broer van Jolien. En is hij natuurlijk super boos dat John aan zijn zusje heeft gezeten. En dat kan hij eigenlijk niet verkroppen. En zo sluiten hun wegen zich eigenlijk. Omdat ze eigenlijk gewoon denken elkaar gewoon niet meer te zullen gaan zien. Jolien heeft het eigenlijk niet heel erg naar haar zin op die school. Haar vriendin is daar ook een keer overgekomen. Naar waar zij zat, waar de band zat. En die vonden John gelijk heel leuk. En John die heeft uiteindelijk worstelt hij ook heel erg dat hij Jolien toch wel heel erg mist. En haar vriendinnen die regelen een ontmoeting met John. Waardoor zij toch weer elkaar ontmoeten. En eigenlijk laat de spanningen en ja, het gevoel komt gelijk weer bij hun terug. Dus ze besluiten dan toch om de relatie nog een kans te geven. En zo gaan ze toch nog samen verder. En is het toch nog een gelukkig leven wat ze zullen gaan leiden. En ook haar broer heeft daar inmiddels vrede mee. Dus dat is wel heel erg fijn. Het volgende boek in deze reeks heet Kies voor hem. En dit gaat over de zanger van Full Moon, Max, tevens de broer van Jolien. Max heeft alle taken overgenomen nadat hun ex-manager is vertrokken. En ze hebben eigenlijk nog geen nieuwe manager waargenomen. En op een persconferentie waar Max en Jolien zullen spreken omdat ze gaan trouwen. Zit Max daarbij als degene die aangeeft tot hier gaan de vragen en niet verder. Daar komt hij een journaliste tegen die nogal een grote mond heeft en hem eigenlijk best wel beledigt. En ook zegt, jij herkent mij natuurlijk niet meer, maar jullie doen alles voor die band. Maar hier moet het eigenlijk gewoon een keer stoppen, want jullie onderbreken steeds jullie tournees. En zij vindt dat niet oké. Dan krijgt Max de naam te horen van die journalisten. En wat blijkt, het is eigenlijk zijn grote liefde uit zijn eerdere leven. Maar hij heeft haar verlaten omdat hij ook voor de muziek gekozen heeft. Hij gaat Valerie nog achterna. Uiteindelijk rent zij, springt zij snel haar auto in, ze verliest nog een schoen en ze rijdt voor zijn neus weg.
Max neemt die schoen mee en doet wat onderzoek en komt erachter voor welk bedrijf zij werkt. En biedt dat bedrijf eigenlijk een kans aan om mee te lopen met Full Moon en interviews te kunnen afnemen, zodat ze een artikel kunnen schrijven. Maar hij eist wel dat Valerie dat kon doen. Valerie vindt het eerst helemaal niet leuk en haar leidinggevende is daar al helemaal niet blij mee. Maar uiteindelijk wordt die opdracht aan haar opgedragen, dus ze gaat het wel doen. Ze komt met haar vriendinnen eigenlijk aan, die brengt haar en ze is eerst heel afstandelijk ook naar Max toe. Want ze wil eigenlijk niks meer met Max te maken hebben, omdat hij haar toch wel heel veel pijn heeft gedaan toen de tijd. Doordat hij haar verlaten heeft en voor de muziek heeft gekozen. Uiteindelijk probeert Max het vertrouwen van Valerie terug te winnen door te laten zien dat hij heel erg veranderd is en dat hij heel veel spijt heeft van de beslissingen die hij toen heeft genomen. En beetje bij beetje ontdooit Valerie ook wel. Het gaat wel een beetje moeizaam, maar uiteindelijk gebeurde er toch nog wel weer wat dingen waardoor het eerst weer mis lijkt te gaan. En uiteindelijk komen ze toch wel weer terug bij elkaar. En krijgt ze haar schoen terug waar ze heel blij mee is. Omdat ze eigenlijk al bang was dat ze dat paar kon weggooien. Ze heeft ook niet heel veel geld. En op een gegeven moment zou ze gaan shoppen met Jolien en met Camilla. En heeft ze een hele paar mooie schoenen gezien van Louboutin. En die heeft ze eigenlijk laten staan omdat ze die niet kan betalen. En dan geeft Max de opdracht aan Jolien om die schoenen voor haar te kopen. En ja, daar is ze uiteindelijk ook wel heel erg blij mee. Maar ondanks wat obstakels op de weg komen ze toch bij elkaar. En heeft het verhaal ook weer een heel erg mooi einde. Het volgende deel uit deze reeks heet Kies voor elkaar en gaat over Tim. Tim heeft iedereen in de band inmiddels bijna al zien bezwijken aan elkaar. Waardoor ze ineens allemaal verliefd, verloofd, getrouwd zijn of kinderen hebben. Maar Tim heeft een beetje een nare ervaring met zijn ex gehad. Waardoor hij de liefde eigenlijk heeft afgezworen. En ze momenteel even niet op tournee zijn. En hij heeft een heel erg mooi huis en daar zit hij in. En zijn zus heeft twee kinderen. Die is daar heel vaak te vinden. Maar dan komt zijn zus, die belt hem op of hij iemand onderdak kan geven. Want een vriendin van hun die heeft wat problemen, heeft een dochtertje. Maar die staat eigenlijk zo goed als op straat. Ze zegt ook, je zult geen last van haar hebben. Je huis is groot genoeg, het is maar voor tijdelijk. Zij kan niet bij haar ouders terecht, want zij kan niet met haar stiefvader. Dus dit is de beste oplossing. Nou, Tim is er in eerste instantie helemaal niet blij mee, maar eigenlijk alles wat zijn zusje doet, daar smelt hij toch wel voor. Uiteindelijk komt Lize in zijn leven. Lize is dus de logée die komt. Ze vindt het eigenlijk heel vervelend om bij haar broer te moeten logeren van die vriendin. En ze blijft eerst één nachtje slapen en ze vertrekt eigenlijk weer terug naar haar eigen appartementje. Maar dan komt Tim erachter dat er in dat appartement is ingebroken en hij gaat op zoek naar haar. En hij wil niet meer dat ze in dat appartement zal verblijven. Ze pakken eigenlijk alle spullen in die zij nodig heeft en gaan haar dochtertje ophalen die op dat moment bij haar moeder is. En ze mogen bij hem logeren. Nou, hoewel Tim zegt dat hij niet meer verliefd wil worden, beginnen zijn gevoelens voor Lize toch wel aan te wakkeren. En kan hij eigenlijk zich niet meer verzetten tegen de dingen die hij voelt. Er komen wederom weer wat obstakels op de weg. Vooral omdat ineens de ex Vanessa van Tim opduikt in zijn huis. En zegt, ik ben de vriendin van Tim. Lize is hierdoor helemaal van slag. En wil eigenlijk direct weer uit het huis vertrekken. Totdat Tim erachter komt dat Vanessa dit heeft gedaan. En hij moet haar echt proberen uit te leggen dat dit niet waar is. Ze houdt zich ook een beetje op de achtergrond. Want ook als zij vrienden komen aan het zwembad voor een barbecue, laat zij zich niet direct zien. Maar uiteindelijk laat ze zich toch ook zien en voelt ze ook wel dat ze een soort nieuwe familie heeft. Want die vriendengroep is gewoon als een familie voor elkaar. Dus dat is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien.
de zus van Lisse heeft, de zus van Tim heeft ook allerlei nieuwe kleding gekocht voor Lisse en voor haar dochtertje. Omdat ze eigenlijk helemaal niks meer heeft. En het is eigenlijk wel mooi om te zien hoe iemand toch heel onafhankelijk wil blijven. Maar dan toch de hulp kan accepteren van iemand die het kan bieden. Ook al gaat het wat moeilijk. Ik vind het toch wel mooi hoe deze personages uiteindelijk bij elkaar terechtkomen. Het laatste boek is Kies voor Altijd. En dit gaat over Mike, de uitsmijter, en Karin, de vriendin van Camille. We hebben eigenlijk een beetje een... Ja, eigenlijk meer een soort friend with benefit relatie. Want hij wil zich eigenlijk totaal niet binden. Want er zijn wat dingen in zijn verleden gebeurd. Waardoor hij zich niet meer wil binden aan iemand. En hij niet nog meer mensen wil verliezen. Maar Karin wordt hier eigenlijk niet heel erg blij van. Want ze vindt Mike hartstikke leuk. Maar het is continu een zwart-wit relatie eigenlijk. Wat blijkt, uiteindelijk vertelt Mike aan Karin dat hij dus toen hij nog jong was een auto-ongeluk heeft veroorzaakt. Waar zijn broertje, een vriend en zijn toenmalige vriendinnetje in zat. En de enige overlevende was dus Mike. Zijn ouders hebben hem daarna nooit meer aangekeken. Die gaven hem de schuld van dit ongeluk. En daardoor wilde Mike eigenlijk geen relatie meer aangaan en niks opbouwen. Ook al vond hij Karin wel leuk. Maar op dat moment worden twee van de personen... van de vrouwen ontvoerd. Het is sowieso Lisse en haar dochtertje. Alleen die andere weet ik even niet meer. Volgens mij was het Camille. Waarop Jonathan en Mike eigenlijk daar op een gegeven moment achterkomen. En dus weer doorhebben dat het weer die ex-manager was. Die inmiddels is vrijgekomen nadat hij dus de broer van Jonathan heeft doodgeschoten. Hij wil nog steeds wraak. Dus hij heeft deze twee heeft hij ontvoerd en neergezet in een kamertje. Uiteindelijk vinden ze hun wel. Maar ze kunnen eigenlijk de deur niet door omdat hij hun al heeft gezien. Hij is ook bewapend. Uiteindelijk gaan ze dus wel naar binnen, waardoor er een schot gelost wordt en Mike gewond raakt. Mike ligt hierdoor heel lang in het ziekenhuis en Karin is eigenlijk niet van zijn bed weg te krijgen. En als Mike wakker wordt, realiseert hij zich toch wel dat hij heel veel geluk heeft gehad. En hij eigenlijk ook niet heel veel tijd meer wil verspillen met in het verleden te blijven hangen. Dat hij nu zoveel geluk heeft gehad dat hij nog leeft. Dat hij toch een leven wil opbouwen met Karin. Het is een beetje kort verteld, dit laatste verhaal. Het is, ja, omdat het gewoon echt een hele lange reeks is. Ik vond het een hele mooie reeks. Wat ik wel moet zeggen is de schrijfstijl. Deze schrijfster, dat is een Vlaamse, die schrijft ook echt in het Vlaams. Je moet er wel doorheen kunnen lezen. Als je daar niet van houdt, raad ik het je niet aan. Want het is niet 100% Nederlands geschreven. Er komen best wel veel Vlaamse woorden in voor. Ik vind dat zelf niet zo erg. Maar als jij er niet zo goed tegen kan, dan zou ik zeggen... Ja, is dit boek misschien, deze reeks misschien minder geschikt. Maar ik vond het echt heel erg leuk om deze reeks te lezen. Dan waren dit alle boeken die ik heb gelezen in maart. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Ik heb het idee dat het misschien een beetje rommelig is overgekomen. Maar ik heb heel erg mijn best gedaan om het jullie zo duidelijk mogelijk te vertellen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie zelf houden van boekenreeksen. Of dat je misschien een boek hebt gehoord waarvan je denkt ik zou hier wel wat over. Ik zou hem wel willen gaan lezen. Hij spreekt me wel aan. Zou ik leuk vinden om te lezen. En anders, wat voor boeken lees je zelf graag? Vind ik ook leuk om te horen. Ik wil je in ieder geval voor nu weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan door op het knopje met mijn gezicht te drukken. Maar ook op mijn kanaal zelf. En vergeet daar niet om het belletje aan te zetten. Krijg je een melding zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doei!